Tot nu toe heeft de COVID-19-crisis op de arbeidsmarkt voornamelijk een weerslag gehad op het totaal aantal gewerkte uren. De impact op het aantal personen aan het werk bleef veel beperkter. Bij de werknemers werd een netto banenverlies opgetekend van 23.000 jobs. En ondanks de crisis is het aantal zelfstandigen over de loop van 2020 zelfs nog toegenomen. Dit heeft voor gevolg dat de geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die in 2019 historisch laag was, maar in beperkte mate toenam in 2020 tot 5,7%. Het is dankzij het snelle optreden van de overheid met enorme steunpakketten zoals de versoepeling en uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht dat de weerslag op de arbeidsmarkt kon worden beperkt. Er werd in 2020 een ongekend gebruik gemaakt van deze twee maatregelen. Tijdens de eerste golf van de pandemie ontvingen maar liefst 40% van de werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid, terwijl 50% van de zelfstandigen een beroep heeft gedaan op het overbruggingsrecht. Voor de zelfstandigen was ook het moratorium op faillissementen van groot belang. Ook de bedrijven zijn zeer reactief geweest door telewerk massaal toe te laten. In de branches waar dit niet mogelijk is, werd de organisatie volledig herzien om rekening te kunnen houden met de gezondheidsregels. Dit heeft ervoor gezorgd dat bepaalde branches, zoals de bouwsector, tijdens de tweede golf minder beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid. De impact van de crisis is het grootst op de branches die verplicht moesten sluiten, zoals de horeca, cultuursector, detailhandel of de contactberoepen. Veel van de mensen die het hardst getroffen werden door de crisis hadden reeds ervoor al een kwetsbaarder profiel. Het zijn mensen die bijvoorbeeld werken met een atypisch of tijdelijk contract, een laag inkomen hebben of over een beperkte spaarbuffer beschikken. Omdat het inkomensverlies voor bepaalde groepen, ondanks de maatregelen die genomen zijn, te groot was, of omdat ze net buiten het bereik vielen van die maatregelen, werd er door de COVID-19-crisis een groter beroep gedaan op verschillende vormen van sociale bijstand, zoals voedselhulp of schuldbemiddeling. Reeds voor de crisis stond de Belgische arbeidsmarkt voor een aantal structurele uitdagingen, zoals het gebrek aan flexibiliteit en mobiliteit, onvoldoende koppeling van het loon met de productiviteit en een hoge belastingsdruk op het arbeidsinkomen. Deze elementen dragen bij tot een onvoldoende snelle reactie van de arbeidsmarkt, terwijl net de herverdeling van de arbeidskrachten vlot moet kunnen verlopen om te vermijden dat de COVID-19-crisis een bron wordt van structurele werkloosheid. Het blijft een ongezien crisis en die zal gevolgen hebben op niveau van onze arbeidsmarkt. Wij zullen jobs verliezen. Dat is spijtig genoeg duidelijk. Onze inschatting is dat de schade toch relatief beperkt zal zijn. Maar er zijn ook uitdagingen naar de toekomst toe. Wij zullen, en dat heeft te maken met andere uitdagingen, klimaat, digitalisering van onze economie. En er was duidelijk een versnelling in dat verband in de recente maanden. De capaciteit van onze economie om jobs te realloceren tussen sectoren en ondernemingen is niet altijd goed. En dat is wat ons betreft een uitdaging voor de toekomst. Om deze reallocatie van de middelen, van de jobs tussen sectoren naar de nieuwe economie te faciliteren.